ben Carlijn Edens. Ik ben 37 jaar. En ik studeer sinds 2016 hier aan de HAN. In het dagelijks leven werk ik als woonbegeleider in de psychiatrie. Wat ik leuk vind aan mijn werk is werken met mensen met psychiatrische problematiek. Ik werk deels ambulant. Dat betekent dat ik echt de wijk in ga. En dat maakt het werk erg gevarieerd. Nou, in het voorjaar van 2017 raakte ik zwanger. En ik heb toen zo lang als mogelijk school gevolgd. En ik ben toen begin 2018 ben ik gestopt met school. En toen ben ik hier op school gaan vragen hoe ik het beste aan kon pakken. Dat ging vrij makkelijk. Op het moment dat je weet dat je studievertraging nodig hebt, overleg met je leraar wat je moet doen. En zij verwijzen je ten eerste naar het praktische gedeelte dat je een studielink afmeldt. Ja, op dit moment ben ik weer zwanger en doe ik het hetzelfde als de vorige keer. Ik werk, werk en studeer zo lang mogelijk door. En in mei stop ik weer met de opleiding tot volgend jaar februari.